Zo hier voor het hoofdgerecht voor onze takeaway menu. Hier hebben we onze cannelloni, met eigenlijk zilveruitjes. Gewoon gebakken ajuin, altijd lekker. Crème van pastinaak erop. Ik ga hier al onze pastinaak crème. Kan je gewoon wat dotjes opspuiten. Beetje overal. Maar extra mondgevoel. Niet overdrijven ook niet. Dat is zoet natuurlijk, hè, pastinaak. We hebben hier onze bieslook gesnipperd. Die gaan we gewoon zo in de hand nemen. We gaan die gewoon overal een beetje mooi strooien over onze cannelloni. Dat mag gewoon wat zijn, altijd lekker. En als laatste, we hebben hier onze chips gemaakt van pastinaak. Een beetje krokant. Die gaan we gewoon ook overal een beetje tussen steken. Voilà. Dan natuurlijk, ik dep het altijd af voor mijn bordpropper te houden. Hè. Hoeft niet. Hè. Oh, ik raad het wel aan. Dan gaan we dat gewoon in het midden van het bord goed vasthouden. In het midden van het bord zetten. Misschien best gemakkelijker voor een brede palet te nemen. Hè. Wij kunnen dat met een klein paletje, maar we zijn dat gewoon. Dan als laatste ga ik de saus opmixen. Voilà, en dan een klein beetje schuim op, natuurlijk. We hebben dat met de handmixer gedaan. Maar je kan ook natuurlijk, ja, ik kan ook gewoon een keer doorgaan met een klopper, hè, als je dat niet wilt doen met een handmixer, dat is allemaal geen probleem. Voilà, het wordt een beetje vuil gemaakt, dat gaan we even afkuisen. Voilà, smakelijk.